Hoi allemaal, daar ben ik weer. We gaan verder met DNA. We hebben nog een aantal filmpjes te gaan en dan hebben we eigenlijk het hele onderwerp al behandeld. En met de schoolexamens die in aantocht zijn, in ieder geval bij mij op school, lijkt het me een goed idee om dat af te maken. Zodat iedereen zich met behulp van deze filmpjes ook kan voorbereiden op schoolexamens. Dus laten we gaan kijken wat we in dit filmpje gaan leren. Dit filmpje gaat over genexpressie en celdifferentiatie. En hier nogmaals de context die we al eerder hebben gezien over de mutatie, dat er verschillende oogkleuren kunnen ontstaan. En waar gaat dit filmpje dan over? Nou, het leerdoel bij dit filmpje is dat je kunt beschrijven hoe genexpressie en celdifferentiatie gereguleerd wordt. En als je dan kijkt naar wat dat te maken heeft met het vorige filmpje. Nou, dat was genexpressie, dus hoe komen genen tot uiting. Dat ging over eiwitsynthese. Wat gebeurt er nou met dat DNA als daar eenmaal RNA van wordt gemaakt? En op welke manier wordt daar dan een aminozuurketen van gemaakt en vervolgens een eiwit? Maar er zit natuurlijk een stap vooraf. Er zit namelijk een stap vooraf waarin binnen in de cel als het ware bepaald wordt welk gen wel en welk gen niet tot uiting komt. Dus dat is waar we het over gaan hebben in dit filmpje. Genregulatie is namelijk het aan- of uitzetten van genen. En waarom wordt genregulatie gedaan? Dat is omdat, zoals je hier kunt lezen, niet elke cel niet altijd alle eiwitten nodig heeft. Dus alle eiwitten waarvan de codes in het DNA staan, die zijn natuurlijk niet op elk moment nodig. Op het moment dat er lactose verteerd moet worden, dan moet er lactase aangemaakt worden. En als dat niet het geval is, dan is het ook zonde van de energie om lactase aan te gaan maken. Bovendien kan ik me niet voorstellen hoe druk het in de cel zou worden als er continu alle eiwitten worden gemaakt. Dat is dus niet altijd. En wat bedoel ik dan met niet elke cel? Nou, verschillende cellen hebben verschillende functies. Vergelijk een levercel maar met een huidcel. Een levercel kan bijvoorbeeld gal produceren. Dat is dus een gen wat in lever aanstaat, terwijl een huidcel dat niet heeft en andere functies heeft en andere eiwitten maakt, die dus in de huidcel aanstaan en in de levercel in dat geval niet. Als je hier kijkt, dan zie je het plaatje wat ook in de vorige filmpjes naar voren is gekomen over hoe dan van een RNA-molecuul een eiwit wordt gemaakt. Dus wij gaan nu eigenlijk kijken naar, ja, maar hoe komt het dan dat sommigen wel in dit proces terechtkomen en anderen niet? Nou, genexpressie, dat wordt geregeld met behulp van allerlei genen. Naast dat je structuurgenen hebt, dat zijn genen met bepaalde informatie voor bepaalde eiwitten, heb je ook regulatorgenen. En regulatorgenen die doen, zoals het woord ook zegt, die reguleren iets anders. En in dit geval beïnvloeden ze dus de genexpressie. Bij prokaryoten is het zo dat de regulatorgenen repressoren maken. Dat zijn dus stoffen die de genexpressie onderdrukken. Het woord repressor betekent onderdrukker. En bij eukaryoten is het zo dat de regulatorgenen remmende of activerende eiwitten maken. En hoe dat er dan uitziet, dat gaan we zo meteen bekijken in een tekening. Dat ziet eruit als volgt. Dit is een inactief gen. Wat zie je dan? Hier, de R staat voor regulatorgen. Dan hebben we hier de P, dat is de promotor. We hebben de O, de operator, en dan hebben we S1, S2 en S3. Dat zijn de structuurgenen. Wat gebeurt er nou als dit gen inactief is? Als dus niet de structuurgenen hier tot expressie worden gebracht. In dat geval maakt het de regulatorgen. Daarvan wordt RNA gemaakt en van dat RNA wordt vervolgens een eiwit gemaakt dat als repressor dient. Die repressor gaat op de plaats van de promotor staan. Waarom is dat belangrijk? Doordat de repressor aan de promotor bindt, kan RNA-polymerase er niet langs. Die wordt dus fysiek verhinderd om er langs te gaan, om bij de operator terecht te komen en om vanaf daar de structuurgenen af te lezen. Om dus RNA te maken van de structuurgenen. Dus in dit geval de repressor die staat in de weg. RNA-polymerase kan zijn werk niet doen. Dus er worden geen eiwitten gemaakt van de structuurgenen. Dit is wanneer een gen niet actief is. Hoe ziet het eruit als een gen wel actief is? Nou, dan is er dus een inductor in het spel. En een inductor doet het werk van een repressor teniet. Wat gebeurt er namelijk? Die inductor die bindt aan de repressor. Doordat de inductor aan de repressor bindt, kan de repressor niet binden aan de promotor. Je ziet dus ook dat hij niet naar de plek van de promotor gaat. Waardoor het RNA-polymerase gewoon langs de promotor en de operator naar de structuurgenen kan. Daar RNA van kan maken en dat RNA ook weer omgezet kan worden in eiwitten. Zoals we al eerder hebben geleerd. Dit is een voorbeeld van hoe regulatorgenen dit kunnen doen. Dit is bij prokaryoten het geval, bij eukaryoten is het iets ingewikkelder. En dan gaat het dus om zowel remmende als activerende eiwitten. En hier, waar komt die inductor vandaan, is misschien een vraag die je zou kunnen stellen. Nou, de inductor is vaak een stof die aanwezig is, waardoor de cel een signaal krijgt van hé, we moeten wat gaan doen, we moeten iets gaan maken. In dit geval gaat het om lactose, het voorbeeld wat ik ook al eerder gebruikte. In aanwezigheid van lactose werkt die dus als inductor. En zorgt ervoor dat de repressor zijn werk niet kan doen, waardoor er lactase of beta-galactosidase kan worden gemaakt. Zodat lactose kan worden afgebroken. Goed, nou dan heb je dus nu als het goed is een beeld van hoe dat dan gaat. Het wel of niet aanzetten van genen. Maar hoe is dat dan ooit vanaf het moment van de bevruchting gegaan tot het moment dat je nu bent zoals je bent. Met alle gespecialiseerde cellen die je hebt. Denk aan die huidcel en die levercel waar ik het net over had. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal cellen die wel nog kunnen uitgroeien tot verschillende typen. Dat is dus het tweede deel van dit filmpje. Dat gaat over de differentiatie van cellen. En daarbij maken we een onderscheid tussen stamcellen en gespecialiseerde cellen. En als we kijken naar stamcellen, dan maken we daar weer het onderscheid, zoals altijd in de biologie, tussen embryonale stamcellen en adulte stamcellen. Want embryonale stamcellen, dat zijn omnipotente stamcellen. Omni betekent alles. Zij kunnen dus alle verschillende celtypen worden. En pluri betekent veel. Pluripotente stamcellen kunnen dus veel verschillende celtypen worden, maar niet meer alles. Dus ze zijn al een bepaalde richting op gedifferentieerd. Een voorbeeld van pluripotente stamcellen zijn B-mergcellen. Die kunnen uitgroeien tot rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes. En binnen de witte bloedcellen heb je allerlei verschillende varianten. En die kunnen ze ook allemaal worden. Die staan ook in je bina's. Dus dan weet je in ieder geval nu wat dat betekent. Tijdens de embryonale ontwikkeling, hoe is het dan zo gekomen dat bepaalde cellen bepaalde eigenschappen hebben gekregen, bepaalde functies hebben gekregen? Hoe kan het nou dat uit die bevruchte eicel het ene einde voeten werden en het andere einde het hoofd en het zenuwstelsel, etc. Tijdens die embryonale ontwikkeling bepaalt de plaats van de cel de genexpressie. Hoe werkt dat dan? Nou, er zijn er bepaalde cellen aan de ene kant. Eerst gaat het vooral om het onderscheid van kop en romp. Of het onderscheid buikzijde en rugzijde. En afhankelijk van die plaats worden de verschillende stoffen afgegeven. En die stoffen die geven het signaal aan de cel om zich te differentiëren tot de kop of de romp. Om maar een voorbeeld te noemen. Hoe dat precies gaat, dat is een stuk ingewikkelder dan zoals ik het nu uitleg. Maar voor nu is dit voldoende, in ieder geval voor jou, om je schoolexamen en je eindexamen straks te halen. Op deze manier ontstaan gespecialiseerde cellen, weefsels en organen. En dat gaat met heel veel cellen en regulatorgenen tegelijk. Dus niet dat die stofjes die ontstaan en het signaal geven, dat zij slechts één cel aanzetten of slechts één gen. Dat zijn regulatorgenen die weer op grote schaal andere regulatorgenen aanzetten. En die regulatorgenen vervolgens hun werk ook doen, zodat de cel zich differentieert. Tot slot, een klein stukje over epigenetica. Ik heb daarbij een voorbeeld genomen dat gaat over dat de hongerwinter nog in de genen zit. Het is namelijk zo dat niet alleen je basisvolgorde in het DNA je eigenschappen bepaalt. Ook veranderingen in het DNA die niet te maken hebben met de basenvolgorde kunnen invloed hebben op bepaalde eigenschappen. En in dit geval of je wel of niet te maken hebt met hart- en vaatziekten. Hoe zit het dan? Mensen die in de baarmoeder zaten op het moment van de hongerwinter in Nederland, dat is dus eind 1944 en begin 1945, die hebben bepaalde epigenetische veranderingen meegekregen van hun moeders, die nu ervoor zorgen dat zij een grotere kans hebben op hart- en vaatziekten. Want dan gaat het om methylering. Maar wat is methylering? Methylering is dat er methylgroepen vastzitten op bepaalde plekken op het DNA, op de DNA-moleculen. En door die methylgroepen is het moeilijker voor het DNA om afgelezen te worden, dus dat er RNA van kan worden gemaakt. En nu is dus gebleken dat door die hongerwinter er een bepaalde verandering heeft plaatsgevonden in de methylering van de kinderen die op dat moment in de baarmoeder zaten van hun moeder. Dus dat is één vorm van epigenetica, dus een bepaalde verandering in de erfelijke eigenschappen die niks te maken heeft met de basenvolgorde, maar meer met het stuk wat daarna komt. En daarnaast kun je ook epigenetische veranderingen hebben of epigenetische regulatie, doordat het DNA-molecuul strakker rondom de eiwitten opgerold ligt, de histonen, waar de DNA als een telefoonsnoer omheen gewikkeld ligt. Dus dat zijn twee voorbeelden van epigenetica.